Op het Noord-Holland College kun je ook kiezen voor de richting techniek. Nou, als je in Rotterdam of dichtbij Rotterdam woont, dan weet je zeker dat in de haven heel veel technische beroepen te vinden zijn. En toch zijn er steeds minder leerlingen, kinderen, die kiezen voor een richting techniek. En dat vinden wij heel erg jammer, want je kunt daar heel veel leren. Daarom hebben we samen met het Hout- en Meubileringscollege een afspraak gemaakt dat leerlingen hier naartoe kunnen komen. En die kunnen dan al vanaf klas 1 beginnen in een leerlijn hout, meubel en interieur. Ook in klas 3. Kun je daarvoor kiezen en dan bereid je je eigenlijk heel goed voor, heel precies voor op het mbo, want die school zit hier heel dichtbij, het Houten Meubileringscollege. Daarnaast weten we dat heel veel leerlingen geïnteresseerd zijn in auto's en daarom bieden we ook een specialisatie motorvoertuigen aan en metalelektro. Hallo, ik ben Sasje Brigitta. Ik zit op het Noord-Holland College, klas 1b. Ik ben bezig met de gereedschapkist. Ik vind HMI een leuke vak omdat het me goed leert en omdat ik later thema wil worden. Hallo, ik ben Herman Groothuis, afdelingshoofd van Techniek Breed. Techniek Breed houdt in dat je hier met metaal, elektro en met hout te maken hebt. Houtafdeling betekent gewoon dat je heel erg zelfstandig via een tekening producten gaat maken. En producten maken wil zeggen dat je dus meubels maakt en boten maakt enzovoort enzovoort enzovoort. Tijdens de lessen van HMI leren de leerlingen schuren, plamuren, schilderen, boren, schaven, timmeren en uiteraard ook computergestuurd zagen. Niet te vergeten dat we ook nog een keer aan een stukje veiligheid doen. Ook hebben wij dit enorme goede samenwerking met het Houten Meubileringscollege. Wat de leerlingen daarvan merken is dat zij dus 2 of 3 keer daar een dag heen gaan om daar eens te kijken hoe het gaat werken, het HMI. Wat ook heel erg belangrijk is op deze school is het stagegebeuren. Het stagegebeuren in de derdejaars, die moeten dus 2 weken stage lopen en dat is eigenlijk een snuffelstage. Dat wil niet zeggen dat je specifiek iets moet doen, maar wel iets in de techniek. In de vierdejaars komt dat veel meer tot uiting, dan heb je namelijk 4 weken stage en dat is puur gericht op wat jij in de toekomst wil gaan doen. Ik ben ML, ik ben 13 jaar, ik zit op het Noord-Holland College. Waar ik mee bezig ben is een vitrine. Waarom ik dit vak heb gekozen is omdat ik het leuk vind. En naast het theorie ook voor praktijk doen. Ik ben Darbes, ik zit in 2A en we maken hier bij HMI een boot. We zijn al bezig om de puntnetjes af te werken. Na het einde, als die af is, gaan we er zelf mee varen. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik wel wat zag in HMI. En omdat ik architect wil worden, leek mij dit de juiste opleiding. We zijn hier in de afdeling motorvoertuigen. Motorvoertuigen gaan we een breed scala aanbieden. Motorvoertuigen is tegenwoordig heel veel elektro. Dus hier hebben we eigenlijk alleen maar de grote onderdelen ervan. Zoals banden wisselen, uitlaten, bumpers te wisselen. Ook een belangrijk onderdeel van de motorvoertuigen is dat ze op stage gaan. We hebben contacten met garages. Waar kinderen 2 uur in de week mee kunnen lopen in een garage. Dus dat ze ook gelijk praktijkervaring opdoen. Hallo, ik ben Redoni Kashura, ik zit op het Noord-Holland College. En ik heb nu les techniek, auto, motor, voertuigen. En ik zit hier de remblokken los te maken. Ik vind het leuk om aan auto's te sleutelen. Ik ben Jonathan Juliana. Ik ben Leoncio Calmes. Wat wij hier allemaal leren op het Noord-Holland College bij Meta is eigenlijk motorvoertuigen. Daar leer je van alles over auto's en hoe je dat kan repareren. Je leert ook slijpen. Hoe je met gereedschap om moet gaan en wat het veiligste is om te gebruiken. En we leren ook hoe je met materialen om moet gaan. Hoe je met de boren bijvoorbeeld om moet gaan of hoe je moet lassen. En we leren ook dat we heel makkelijk dingen kunnen maken die heel moeilijk lijken. En het is natuurlijk ook leuk met de leraar omdat je ook een grapje kan maken.